Bruisen Maastricht zoekt enthousiast boegbeeld. Dat was de titel van de vacature. Maastricht ging op zoek naar een nieuwe burgemeester. En die hebben ze gevonden. Wim Hillenaar, leuk je te ontmoeten. Wim Hillenaar heeft Brabant verruild voor Zuid-Limburg en is sinds 1 juli 2023 burgemeester van Maastricht. Het is wel het gevoel van winnen, het gevoel van de hoofdprijs. Dat was ook wel een oprecht gevoel, ja. Ik volg hem in het eerste jaar in zijn nieuwe stad. Hoe begin je als burgemeester van buiten in een stad als Maastricht? In je eerste week een aantal André Rieu-concerten hebben bijvoorbeeld. Ja, dat is letterlijk erin duiken. Een stad met een eigen cultuur, eigen tradities en zelfs een eigen taal. Ja, wat zal ik daar dus op zeggen, hè? Kunstgehold. En hoe zorg je er dan voor dat je, op zijn Maastricht gezegd, Ene van Us wordt? Volgens mij schept heel Maastricht er een genoegen in om mij slapeloze nachten te laten krijgen voor de machtsoverdracht. Dat is natuurlijk echt de proof of the pudding. Je hoort het in de podcast De Burgemeester. En dat is allemaal in Us, Sjoen Maastricht.